Hij zou in theorie nog kunnen switchen naar de grote Nederlandse elftal. Heb je daar eens met hem over gesproken? Ja, ik heb er wel een aantal gesprekken met Sofian over gehad. Het is natuurlijk een situatie die, die wij eigenlijk niet kennen in Nederland. Tenminste, voor mij was er geen keuze voor heel veel spelers. Hetzelfde eigenlijk, maar natuurlijk spelers met ook een Marokkaanse achtergrond of Turkse achtergrond. Blijft altijd de keuze bestaan voor wie kies je. En dat is niet altijd even makkelijk. Omdat je natuurlijk, in het geval van Sofian natuurlijk... in Nederland geboren bent, maar ook een Marokkaanse afkomst hebt. Dus het is een heel moeilijke keuze die je moet maken, omdat je in vriendschappelijke wedstrijden kan je dat nog omkeren, maar uiteindelijk in echt officiële interlands kan dat niet meer. En dat is denk ik de situatie waar meerdere spelers in Nederland ingezeten hebben, heeft en daar zit Sofian nu ook in. Weet jij waar zijn voorkeur? Nee, ik denk dat hij nog zelf er nog niet uit is. En ik denk dat het belangrijkste is ook voor hem om eenmaal als hij daaruit is, dat ook naar buiten te brengen. Alleen, volgens mij is hij alleen nog door de Marokkaanse bond geselecteerd en nog niet door de Nederlandse bond. Maar dat kan natuurlijk in de toekomst kan natuurlijk ook gebeuren. Gebeurt het dan ook dat de KNVB of Dick Advocaat, die je natuurlijk zelf goed kent, jou benadert van je pols hem is? Nee, dat niet. Ik weet dat, dat ze hem wel volgen. Ik denk, maar uiteindelijk niet zo diep dat hij zegt pols hem is. Nee, ik denk dat Sofian gewoon eerst naar zijn eigen ontwikkeling moet kijken bij de club. En uiteindelijk een ontwikkeling door moet maken waardoor hij misschien in de toekomst voor Oranje kan uitkomen.